Een zonnige namiddag, dat is toch echt altijd wel een leuke moment om eens een keer naar het Zellaardomein te gaan. Dat is toch echt een paradijs voor wandelaars, voor fietsers, voor joggers. Als Bonnet de Rijmen nam, zouden we dit domein echt moeten kunnen inzetten als toeristische trekpleister. Dat mensen van heinde en verre ons prachtige domein met dat schitterende kasteel komen bezoeken. Ten tweede denk ik dat we van dit domein ook een soort van schoolcentrum kunnen maken. Dat scholieren, lagere schoolkinderen, dagelijks in deze bossen rond het kasteel van alles kunnen leren. Dat brengt mij onmiddellijk bij de derde piste, erfgoed. Daar moeten we ook op inzetten. Eigenlijk zouden hier dagelijks rondleidingen moeten plaatsvinden waarbij experten een uitleg geven over de geschiedenis. Die dan onder meer kunnen vertellen dat de witte zandsteen die gebruikt werd bij het kasteel, dat die eigenlijk afkomstig is uit afgebroken forten rond Vilvoorde. En omstreeks 1900 waren het de boeren van Zellaar die echt met paard en kar die zandsteen tot hier gebracht hebben. Het is toch indrukwekkend als je daaraan denkt. Fijne dag.